In het Westen eten we wat we willen. Het aanbod is enorm. Vooral dierlijk voedsel eten we graag en veel. In de oertijd was dat misschien noodzakelijk, maar door de eeuwen heen werd vlees een luxeproduct, een statussymbool. En nu? Nu zit het gewoon ingebakken in onze cultuur. Zo krijgen we dagelijks 70% meer eiwitten binnen dan nodig. Onze gigavleesconsumptie heeft grote impact op onze wereld en op het klimaat. Want al die dieren stoten CO2 uit. Zij zelf en hun voer hebben land en water nodig, bestrijdingsmiddelen en kunstmest om zoveel mogelijk te produceren. En wat dacht je van de energie om die producten te verwerken en vervoeren? Om meer voor minder te maken, houden we de dieren allemaal op een kluitje. Daar komen ziektes van, dus stoppen we ze vol met antibiotica, die wij weer binnenkrijgen en ons resistent maken. En er komen ziektes die overgaan van dier op mens. Kortom, een biefstukje kost nogal veel. Zoveel zelfs dat 15 mensen plantaardig kunnen eten van hetzelfde stukje land waar één iemand dierlijk voedsel van eet. De dierenindustrie zorgt wereldwijd voor 18% van het totale broeikaseffect. En dat wordt alleen maar meer, nu ze in China en India ook steeds meer vlees gaan eten. En er in 2050 ruim 9 miljard mensen zijn. Zoveel biefstukjes kunnen we nooit maken op één aardbol. Dus wat nu? Nu het goede nieuws. In Nederland eten we steeds gezonder, koken creatiever en eten bewust minder vlees. Dat helpt, maar de consument kan het niet alleen. Zo eten elke dag duizenden mensen in kantines. De 10 grootste cateraars van Nederland serveren ongeveer 2 miljoen maaltijden per dag. Dat heeft enorme impact op ons voedingspatroon. Cateraars zijn dus de schakel naar een duurzamere voedselvoorziening, door hun aanbod aan te passen. Meer variatie, minder dierlijk, meer inspiratie. Het kantelpunt voor cateraars is nu. Wij hebben onderzocht hoe we de cateraars kunnen helpen. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van lekkere slimme producten te stimuleren, opdrachtgevers te helpen aan een duurzame kantine en de consumentenwens van gezond en gevarieerd eten te vervullen. Dus cateraar wordt wereldverbeteraar. En lees meer over de oplossingen in ons onderzoeksrapport.